Achter mij zie je de boerderij van Hanno Bos en zijn vrouw Rianne. En hier wilden zij een activiteitenboerderij beginnen. Maar vlak nadat zij de goedkeuring hadden gekregen van de gemeente Olsweijen om hun droom te verwezenlijken, sloeg het noodlot toe. Hallo Hanno en Rianne. Hey. Hallo André. Goedenavond André. Hoi. Ja, vertel ons even alle mooie plannen, maar toen kwam dit. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik kreeg vlak nadat we alles rond hadden, kreeg ik de diagnose ALS. Yeah. En ALS is een zenuwziekte die de motorische spieren aantast. Waardoor op een gegeven moment de spieren slapper worden en ook gaan uitvallen. En met name hebben de meeste mensen in zo'n situatie als waar ik in zit, heel snel last van uitval van de armen en van de benen. Maar op een gegeven moment gaat het ook over naar het slikken en naar het praten. Ja. En ondertussen komt zoontje Tigo binnen gelopen. Ja. Hoi. Dat was natuurlijk ook niet voorspeld, zeg maar. Ja, je krijgt een ALS-diagnose en je zoontje is hartstikke jong. En dan kom je wel tot het besef dat je dus niet die vadervorm kan worden die je heel graag had willen worden en willen zijn. En nu heb jij apparaten als dit nodig? Ja. Ja, helaas wel. En met deze arm kan ik eigenlijk al niks meer. Het wordt steeds zwaarder ook, waardoor ik een sling nodig heb. Want anders gaat mijn arm te veel hangen en heb ik veel te veel last van mijn schouder bijvoorbeeld. En deze heb ik nodig om nog enigszins te kunnen eten. Maar ik kan bijvoorbeeld niet meer schrijven of zo. Je voelt het gewoon weggaan. Ja, het gaat eigenlijk vanaf de uiteinden van je vingers, vloeit de kracht uit je lichaam weg. En langzaam vallen alle functies uit. Valt het gewoon uit. Dus als ik hier straks net zoveel kracht heb als nu hier, is je gewoon lam. Dan is het gewoon weg. En nu kan ik gelukkig nog aangepast bestek bijvoorbeeld vasthouden. Ik heb een speciaal bestek. En een kopje zo vasthouden gaat niet, maar ik hou hem ook zo vast, zodat ik toch nog enigszins grip heb, zeg maar. Ik heb me er ook al wel op ingesteld dat veel meer onderdelen gaan uitvallen. Net als mijn spraak gaat straks uitvallen. En daarvoor heb ik ook al mijn spraak opgenomen in de database. En ik kan zometeen een oogcomputer kan ik besturen, dus met mijn ogen. En dan komt dan mijn stem komt dan uit die computer. Mooi. Ja, want ja, dat is voor mij het belangrijkste ook. Kunnen blijven communiceren. De gemiddelde levensverwachting bij de spier- en zenuwziekte ALS is 3 tot 5 jaar. Dat zou voor Hanno betekenen dat hij nog een paar jaar bij zijn gezin kan zijn. Het huis heb je verkocht. Je hebt een nieuw huis in Weijen gekocht. Maar dat is wel een financiële uitlating, hè? Ja, dat kan wel stellen, ja. Ja, ja we komen echt op een hele mooie locatie te wonen. En gelukkig zit er al een slaapkamer beneden en er zit een badkamer beneden. Maar als je ALS krijgt, krijg je ook een programma van eisen mee waar je woning aan moet voldoen. Dus alles wat daar nu zit, moet gewoon onder handen worden genomen. Maar daar heb je dus geen geld voor om dat allemaal te doen? Nee, eigenlijk hebben we daar niet echt geld voor, maar noodgedwongen moeten we iets. Dus we gaan er wel voor. Dit is je nieuwe huis. Ja, geweldig hè? Een bungalow. Wat een plekje hè? Maar je hebt verteld, financieel zit je aan de grond. Maar ik zie een en al bedrijvigheid, er gebeurt van alles. Hoe is het mogelijk hè? Wat gebeurt er? Het is echt ongelooflijk. We hebben zo ontzettend veel geluk met dat wij hier in Weijen wonen. Want iedereen heeft zich gewoon spontaan aangemeld toen mijn schoonmoeder zeg maar bij de bedrijf hier langs is gegaan. En iedereen die stak gewoon een hand toe. Ja. Je hebt dit allemaal voor elkaar gekregen, al die mensen hier. Ongelooflijk, hè, hoe wij je toch betrokken is met ons. De een komt met boodschappen aan, de supermarkt, en de andere supermarkt komt met bier aan. En de bakkers met brood. En, ja, hoeveel bedrijven? Ik geloof wel 40. 40? Ik geloof het wel, ze waren zo betrokken allemaal. Verklaar eens, hoezo gaan al die ondernemers dit met elkaar doen? Ja. Ze kunnen zelf niet, dus dan zul je wel wat moeten. Nou ja, dat we niks kunnen doen. Ja, dat is waar, ja, maar dat is wel heel makkelijk. Hè? Dat is op zich, ja. Je kunt helpen, dan moet je dat doen. Ondanks dat het tijd of geld kost. Ja, dat is dan zo. Er zijn wel meer dingen. Geld is het belangrijkste. Ja, een kans om toch mensen te helpen die dit moment die heel diep in de shit zitten. Ik ben ook heel blij dat ik dat kan en dat het mag doen. Dus, ja, en wat zijn jullie aan het doen?
We hebben vanavond het oude tapijt verwijderd, de oude vloerbedekking. En we gaan volgende week gaan we de hele benedenverdieping gaan we glad maken. Die gaan we egaliseren en dan gaan we PVC leggen. En hoe zorg je ervoor dat je het zo goed mogelijk achterlaat voor je vrouw en zoontje? Nou, natuurlijk heb ik eerst gekeken van hoe wil ik natuurlijk dat Rianne en Tycho verder kunnen. Ook qua woning en qua financiën, qua uitkeringen en verzekeringen. Maar daarnaast had ik ook wel zoiets van, ik wil ook gewoon dingen op papier zetten. En ik wil ze ook echt iets nalaten. En daar heb ik een aantal boeken voor geschreven. En een herinneringskist gemaakt waar ik de boeken zeg maar in doe. En fotoalbums. En zodat Tycho daar, als hij iets ouder is, dat hij daar ook op terug kan kijken. Dat, en dat je vader kent. Dat je vader leert kennen. Ja. En dat hij ook als hij jarig is, ook voor mij een persoonlijk gedicht krijgt. En ook een videoboodschap krijgt te zien. Voor de komende jaren. Voor de komende jaren, voor Tycho. En ook videoboodschappen voor Rianne. Ja. Hoe is dit allemaal voor jou? Dit is echt zo bizar eigenlijk. En jullie bestaan hier nu nog allemaal. Ja. Ja, het is sowieso heel bijzonder. Het is, dat is ook echt Hanno, hè? Ja, is het voor jou ook bijzonder dat hij daar zo nuchter in staat? Dat het misschien met een anderhalf jaar of twee jaar voorbij is? Ja, absoluut. En gaat hij daar makkelijker mee om dan jij? Ja, makkelijker. We zijn allebei wel heel positief hier gesteld. Maar ik vind het wel heel knap hoe Hanno zich staande blijft houden. Ja. En hoe positief hij is en hoe zorgzaam. En, Ik wens jullie heel veel sterkte. Ik hoop dat jullie veel mooie momenten nog samen hebben. Dankjewel. En het blijft natuurlijk bijzonder dat die wijnaren hier zulke steun geven. Echt absoluut. Hartverwarmend mooi hoe wij zich inzet voor ons. Echt zeer dankbaar voor. Ja.